Ja, 4 mei, dus boodschappentijd. We hebben net gekookt, dus let niet op de troep, wou ik zeggen. Het lijkt minder, maar dat komt omdat we de flessen opgeruimd hebben. Dat laat ik zo zien. Ik dacht, het is misschien handig als ik laat zien wat we nog hebben. Nou, hier zit nog wel genoeg in, maar ik heb toch wat aanvulling gekocht. Oh, dat gaat niet goed met die dingen. En deze is toch wel redelijk leeg aan het raken. Ja, deze hoort hier niet. Deze hoort hier in onze snijla. Dan heb ik de koelkast. Ja, die is leeg. Ja, die is leeg. Nou ja, zo goed als leeg. En de vriezer is, nou ja, goed. Dus ik heb een hoop dingen, heb ik deze maand echt gekeken van wat heb ik niet. En op die manier boodschappen gedaan. Dus dat gaan we nu bekijken. Ik heb, even in mijn andere hand, weer van deze Italiaanse roerbakmix gekocht. Die vind ik heel lekker. En deze Fish Cuisine Veggie Sticks. Ik heb paprikaatjes gekocht. Roomkaas. Dat is de kookplaat die het ergens niet mee eens is. Lactosevrije roomkaas. Ik heb Boursin Cuisine en 2 van dit soort roomkaasjes. 1 kilo aardappels. 2 blikken ananas voor Dennis. Vindt hij lekker. Tortellini met kaas. Dan heb ik basmati rijst. Omelet mix. Ik zet het even uit de weg. En dan gaan we beginnen. We hebben Hollandse aspergesoep. Klassieke tomatensoep. Romige champignonsoep. Rijk gevulde tomatensoep. Wessels dorp tomatensoep. Goulashsoep. En romige paddenstoelen. Hier heb ik van Bertolli de bolognese, de knoflook, carbonara, maar daar heb ik er nog 2 van. En Unox gehaktballetjes. Ik heb spaghettini, die vinden we heel erg lekker. En vermicelli, want dat was op. Dan heb ik hem wel een aantal verse dingen gehaald. Ik heb uien. En hier ook. Ik heb een hekel aan uien snijden, dus ik koop gewoon dit soort dingen. Ik heb witlof gekocht. Courgette. En paprika. Ik stapel het vervolgens even op. Dan heb ik hier allerlei zakjes met fajita mix en chicken taco mix. Quesadillas. Gewone taco. Burrito. En dit, een ranch dip. Nou, we kijken wel wat het is. Als koekje heb ik voor Wessel weer de mini Oreo's. Want die vond hij heel erg lekker. En de pennywafels. Die waren vorige keer voor mij, maar die heeft best opgegeten. Dan heb ik tortilla's. Dit is flatbread, naturel. Dan heb ik grote pita's, naanbrood. Naanbrood met knoflook en koriander. Dit zijn rijstevellen voor lumpiaatjes te maken. En dan heb ik grote tortilla's. Oh. Dit zijn veggie wraps wortel en daaronder liggen de veggie wraps bieten. Heel lekker. Een boter, maar dat is een kleintje, dus nou ja, goed. Zout, fijne zout en dit is van die kruidenzout. 2 goedkope potten pasta saus en van die tomatenblokjes. Hier zit dan knoflook en ui in. Ik heb maïzena, 2 blikken Unox worstjes, nee dat zijn balletjes, en van die blokjes tomatenblikjes. En dan heb ik hierachter 3 keer appelmoes. Het is allemaal een beetje opgestapeld nu. Stoofvleesblokjes, Duitse biefstukjes. Dan heb ik gehakt, maar daar heb ik er 3 van.
die staan hier onder de champignons. Van deze champignons heb ik gekocht. Van die paddenstoelen gehakt. Nou, dat, ja, we zien wel. Dat vonden we één keer eerder gehad. Vonden we echt heel lekker. Filetlapjes à la minuut. Boeren gehaktsnitzel. Zigeunersnitzels. En hachévlees. Dan heb ik hier nog kip gehakt. Hier heb ik iets van een verse pasta met drie kazen. Dan heb ik hier nog kalkoensnitzels. Hier heb ik drie keer aardappelpuree en slavinken. Hierachter staat een blik met... Hier is kipfilet. Dat is geen blik, maar dat is kipfilet. Fruit ook, van dat cocktailfruit. Twee keer havermelk, mayonaise, currysaus, slasaus, noedels, blikjes drinken, Alpro, havermout, wil proberen. Twee keer broodbakmix, twee keer mayonaise. Hier heb ik vier keer opschuimmelk voor latten te maken. En hier heb ik vier potten groenten van hak. Ook daar beneden staan nog potten groenten. Hier staan veggie dingen, spekreepjes en groenteschijven. Dan heb ik van veggie ook nog de kaasnitzels. Hier heb ik aardappelpuree, sla, tortilla chips en van die Wasa crackers. En hier koffiemelk, heel belangrijk. Chorizo, magere kalkoenreepjes, filet américain. Hier hebben we allemaal geraspte kaas. Ham. Wat is dit? Mozzarella kaas. Hier heb ik kipfilet. Ik heb nog cheddar. Gewone kazen. Allemaal vleeswarenachtige dingen. Hier twee rookworsten en eieren. Dit is wat er op de aanrecht ligt. Moet ik wel gaan opruimen, want het ligt er inmiddels al een half uur. Ik neem jullie even mee langs mijn enorme zooi. De champagnefles van Wessel's verjaardag staat er nog. Waar wij overigens niet van hebben mogen drinken, maar Wessel wel. Dan heb ik hier nog de cola, zoals elke week. En even bukken, maar ik ben gevallen, dus het gaat allemaal niet zo snel. Hier crystal clear grapefruit water met kersensmaak voor Dennis. Fanta's. En dit is allemaal Fanta. Voor de heren. Met kratten mee. Ik heb gelijk de lege flessen mee teruggegeven. Ik heb hier nog twee kratten liggen. Dus vier zijn er al terug. Dennis heeft nog de slowkoeken aangelaten, zie ik. Ideaal ding. Handig. Superhandig. Ik heb nog twee kratten, dus vier zijn er al terug met de lege flessen. En de bezorgkosten had ik €322. Dus dat valt echt wel mee deze maand. Ik heb goed gekeken wat hadden we, wat moest aangevuld worden en waar hadden we trek in en wat ga ik daarmee maken. Ik heb inmiddels een nieuwe pannenzet besteld. En als die komt, dan ga ik ook kookvideo's maken. Maar dat wil ik dan even... Wel even proefdraaien, zeg maar. Maar dit zijn de boodschappen weer voor deze maand, eigenlijk. Je ziet, daarachter heb ik nog heel veel van mixen van vorige keer staan. Maar ja, weet je, dan eet Wessel wel thuis, dan eet Wessel niet thuis. En ik vind het altijd fijn als mensen gewoon kunnen komen eten. Ik zal niet zeggen dat ik altijd genoeg eten gemaakt heb. Maar ik kan altijd... iets maken als er iemand komt eten. Dat vind ik belangrijk. Dat vind ik fijn. Dat geeft een fijn gevoel. En het gaat hier wel mee lukken. En anders eten we gewoon met z'n tweeën. En dan eten we hier misschien wel twee maanden van. Want zoveel eten wij natuurlijk niet. Maar goed, ik ga het opruimen. En dan op naar de volgende bestelling. Doei doei!